Het gaat om deze mooie grote doos. Ja. Hi schat. Hi. Zit je lekker? Geen last van de zon? Nee, ik niet. Oh, mooi. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is alweer vandaag de eerste van de nieuwe maand. Dat is 1 juni 2021. Ja. Dus het gaat nu rond 9:30 en ik loop lekker met de twee zusjes. Ja hoor. En met de drie dames lekker buiten. Het is mooi weer. Het wordt mooi weer. Maar ik wens jullie wel heel veel kijk. Precies bij deze gloednieuwe vlog. Gaat ze daar weer in. Ja. Maar ze gaat zo meteen weer met bij de zus aangelijnd worden. Hier, hallo, dank u. Gaan we naartoe? Ergens daar. Oké. Okay. Doe ja. Ga mee. Kap. Dag. Doei. Doei. Kap. Voor. Kap voor. Kap voor. Doei! Wachten, blijf voor. Hey, hallo. Ja, het is alweer bijna 2:45. Ik ben gewoon loom aan het worden. Maar ik ga even van zometeen een mooie... gewoon even ook voor mezelf weer iets vastleggen. Wat ik zelf heb gemaakt voor onze bruiloft. Hij is heel groot. En ook gelijk foto's maken zometeen. Maar ik wil het ook gewoon even jullie laten zien. Want ik heb het echt zelf allemaal gemaakt. Want ik ben goed aan het opruimen. Want mijn hele woonkamer moet binnenkort leeg. Want ik krijg ander laminaat. Ja. Dus ik ben gewoon aan het opruimen, opruimen, opruimen. Weggooien, weggooien. En wat houden, wat houden. Dus ja. Dus, en dit gaat ook gewoon zo meteen buiten staan. En wie het mee wil nemen, die mag het meenemen. Ja. Dus ik laat het jullie even zien. Het gaat om deze mooie grote doos. Ja. En kom maar. Ja, doe maar. Lopen, lopen. Goed zo. Het gaat om deze mooie doos. Deze doos heb ik helemaal zelf gemaakt. En ik ben er nog steeds trots op. Ga je even, dus wel even uit mijn beeld, schatje. Want ik ben even aan het filmen. En anders ga je mijn vlog verstoren. Jullie allebei. Hartstikke mooi. Zo. Ja, dat zeg ik. Dit heb ik helemaal zelf gemaakt. Daar heeft heel veel werk in gezeten. Oh, wat is hier mooi. En ik ben er nog steeds trots op hoor. Zeer zeker. Maar het is een beetje te groot om hier de hele tijd in mijn huis te hebben. En als ik er nou toch niks meer mee doe. Misschien dat het met een jaar met 5 jaar huwelijk. En dat ik misschien nog eens een keer zoiets ga maken. Dat kan. Dat weet ik niet. Maar ik wil het wel even met jullie delen. En jij gaat ook niet mijn vlog verstoren. Nee. Zo. Maar hoe vinden jullie me eigenlijk, mensen? Deze mooie doos. Is hij mooi of is hij mooi? Ik vind hem mooi. Jullie ook? Ja, hè? Want jullie willen continu mijn vlog gaan verstoren om die kant op te gaan lopen. Wel waar. Echt wel. Nee, maar deze gaat zometeen buiten staan. Wie hem lekker mee wil nemen, moet hem lekker meenemen. Ja. Wie hem lekker mee wil nemen, mag hem lekker meenemen. Echt wel. Nee, lopen. Ik had op. Niet? Oké, dan niet. Kijk, en dit is dus de bovenkant. Nou, laat het even weten wat jullie ervan vinden. En dan vind ik het helemaal top. Daar ligt er iemand helemaal lekker voor apengapen. Doe eens normaal. Kom dan, kom eens hier. Oh, kom dan. 1, 2. Kom. Hi.
dan zo. Kom. En twee. Kom dan. Hi, schat. Hi. Zit je lekker? Geen last van de zon? Nee, ik niet. Oh, mooi. Maar hoe ze... Maar zit jij lekker? Ik zit hier prima. Mooi. Ja? Ja. Lekker lavendeltjes hier. Ja, precies. En wat ga je eten? Eten? Nog niet. Nee, nog niet. Oké. Dus dat we het nog even zoeken dus. Sorry? En dus dat we het nog even zoeken dus. Ja. Mooi. Ja, we zitten dus lekker op het terrasje en we gaan proosten op mijn oma. Ja. Hè? Ja. Op oma, hè? Op jouw oma. Ja. Cheers. Cheers, oma. Op oma. Oma. Wat ga jij zo opnemen? Ik een kaastosti. Een kaastosti. Oké. Okay. Nou, en wat ik ga eten, weet ik nog niet. Maar ik zit al wel een beetje aan te twijfelen. Een uitsmijter of omelet of een boerenomelet. Maar dat weet ik nog niet. Maar ik zit ook nog even een beetje verder te koekeloeren. Dus dat ga ik ook lekker even doen. Even lekker kijken. Ja, we zitten dus lekker aan bij Gina. Ja. We hebben dus ook even wat eten besteld. Ja. Ja, ik heb mijn vakantiegeld voor zelf. Roderick die heeft gekozen voor tosti kaas. En ik heb voor de panini met kip, mozzarella, tomaat, ui, knoflook en pesto gekozen. Lekker uit eten op de sterfdag van mijn oma. Dus we maken er een leuke dag van. Het is mooi weer. Dus waarom niet? Hè, schat? Ja, zeker. Dat dacht ik ook. Nou, dit is dat van Ro. En dan schuift hij waarschijnlijk de sla weer naar mij toe. Hier, daar gaat hij alweer lachen. En ik heb lekker deze. Ook helemaal geweldig. Lekker, 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 lekker. Ja, de sla die pak ik zo. Helemaal top. We gaan lekker genieten. Jij ook lekker. Genieten. De deuren gaan open. Verdieping min 2. Deze lift gaat naar boven. Ja, wacht even. We zijn hier. Hoi. Begeleid spelen, oké. Okay. Ja, nu is het niet helemaal. Maar nummer 2 en 3 is het ook weer olierisch. Volgens de lift dan. Ja. En we zijn weer onderweg weer naar huis. En wie anders rijdt er dan Roderick? Want ik heb nog geen rijbewijs. Nee. En aanstaande dinsdag, dus dat is volgende week, mag ik wel weer auto rijden. Jee, dat wordt helemaal weer gezellig. Dus ja, dan mag ik weer even anderhalf uur rijden. Jee, ook leuk. Ja, met dokter Piet. En met onze dokter Piet, ja, correct. Ja, helemaal top. Namenemenem. Manemenemenem. Ja, manemenem. Ook goed. Ja, nou, Ro is nu eventjes naar de keuken om even wat te halen van mij. Ja, dat is leuk. En zometeen gaan we gewoon eigenlijk weer, net zoals eerder op de dag, de dood vieren. Hè? Omdat mijn oma dus onaardig x-tijdje overleden is. Dus dan vind ik het wel even, ja. En je er gewoon even eigenlijk bij stil te staan. Oké, ik ga dat zo even lezen. Zo, kijk. Ik heb hier een leuke reactie van een kijker. Dat is leuk. Zo. Lieve schat. Moment. Nee, links en nee, rechts voor jou. Alsjeblieft. Dankjewel. Met aardbeidjes. Ja. Ik vind deze erg lekker met aardbeidjes. Oeh. Cheers. Cheers, oma. Oh. Mam, als u dit ziet, op oma. Nogmaals.
Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd even van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren. En een duimpje vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.